Roda JC ontsnapte vorig seizoen ternauwernood aan degradatie, maar doet het dit jaar goed. De ploeg uit Kerkrade staat tiende en heeft evenveel punten als Heerenveen. Ik denk als we tegen Roda winnen, dan gaan we eroverheen. En dan kunnen we met een schuin oog kijken naar, naar het linker rijtje en misschien nog wel play-offs. Maar als we verliezen wordt het natuurlijk lastig. Alleen we proberen een goede reeks neer te zetten. En dat, ik denk dat het publiek dat ook verdiend heeft na dit mindere seizoen. Maar we kunnen nog een beetje rechtzetten. Ja, nee, zeker. Een hele belangrijke wedstrijd. Die moeten we winnen. Dan, als we die winnen, dan kunnen we misschien nog omhoog kijken. En nemen we echt definitief afscheid van de onderste plek. Ja, want 8 punten voor op de nummer 16. En nog maar 5 punten achter op de nummer 9. Ja, daarom is het heel belangrijk. Ik weet niet tegen wie NAC moet, maar wij krijgen NAC sowieso thuis nog. Dus we kunnen sowieso dan 3 punten op in inlopen. En, maar ja, sowieso is het een belangrijke wedstrijd. Roda JC staat aan het gelijke aantal punten met ons. Dus we moeten voorbij hem. Door een aantal kleine blessures kent Roy Berends tot nu toe een minder seizoen dan de jaren ervoor. De aanvaller is momenteel weer helemaal fit en is bezig aan een sterke periode. Ik heb een moeilijke tijd met blessures gehad. Vooral met veel met pijnstils gespeeld. En, ja, kijk, dan hou je alleen de scherpe pijn tegen, maar niet alles. En ik ben nu zo goed als verlost van alles. En ik wil nu gewoon de lijn doortrekken. En voor mij is het belangrijkste dat ik fit blijf en gewoon wedstrijdritme blijf houden. En ik voel me goed. En de laatste paar wedstrijden zit ik weer tegen mijn oude niveau aan het tikken. Terrel Janmaat is bezig aan een sterk seizoen. Ondanks de wat tegenvallende prestaties van het team ontwikkelt de rechtsback zich uitstekend. Ik ontwikkel me goed en moet ook. Alleen er kunnen gewoon nog veel dingen beter en dat weet ik zelf ook. En daar werk ik elke keer hard aan. En, maar ik bedoel, ik merk wel dat ik sterker word en dat het steeds beter gaat. En dat is ook de bedoeling, hè.